Maar we gaan eerst naar Frank, want er is meer bekend over Trumps strijd om het Witte Huis. Tot voor kort waren ze een oplichter, schijnheilig of een gehakt bal. En inmiddels maken ze kans om de running mate te worden van de man die ze met die woorden uitschold. Donald Trump heeft voor het eerst wat gezegd over de mogelijke kanshebbers om zijn rechterhand te worden in de strijd om dat premierschap. Onder meer deze man, Ron DeSantis en Vivek Ramaswamy, die worden genoemd. Die krijgen er eerst behoorlijk van langs, maar nu ineens zijn ze kanshebbers. Senator Tim Scott, politici Byron Donalds, Kristi Noem en Tulsi Gabbard. Dat zijn namen die genoemd worden bij Fox News en waarvan Trump ineens zegt, die zijn helemaal niet meer gek, die zijn goed en bekwaam. Daar gaan we toch eens even over bellen met Willem Post, Amerika-kenner. Goedemorgen. Goedemorgen, Frank. Wat moeten we hier nou ineens van maken? Ja, Trump heeft zelf gezegd van, ach, eigenlijk is het niet echt belangrijk hoor, wie mijn vicepresident wordt, want nou ja, het gaat natuurlijk om mij, heeft Trump gezegd. Maar Trump weet donders goed dat als je 77 bent, ja, dat de kiezer toch wel even kijkt van wie staat er naast jou in het geval dat je weg komt te vallen. En, dan en de namen die jij net noemde. Ja, wie valt jou het meest op? Wie geeft je de meeste kans? Nou ja, weet je, ze kussen nu allemaal de ring van Trump, hè. Het is een sollicitatieprocedure. Maar Trump kijkt ook heel erg naar het uiterlijk van iemand. Hoe kom je over op tv? Nou, dan moet ik zeggen dat Kristi Noem, de gouverneur van South Dakota, die ook een aantal wedstrijden als schoonheidskoningin heeft gewonnen, en die echt uit dat Heartland komt, hè, in Amerika. Ja, die gooit echt wel hoge ogen. Ze komt ook van farm, hè. Ze is een cowgirl. Heel erg christelijk, 30 jaar getrouwd, heel erg trouw, dus heel erg loyaal aan haar echtgenoot, zegt ze steeds. Ze kent de Bijbel bijna uit haar hoofd. Dus dat zou aan de ene kant een contrast zijn met Trump, hè? Maar ook een hele mooie aanvulling. Dus zij is zeker een van de kandidaten. Ja, nou zit hij nog volop in de strijd ook met Nikki Haley. We zagen daarnet ook al even wat beelden van haar. Zij wordt nu op dit moment in dit lijstje niet genoemd, maar het gaat hart tegen hart. Is dat nog überhaupt een kans hebben of zijn daar te veel scherven tussen die twee? Ja, kijk, zowel Trump als Haley hebben eigenlijk dat uitgesloten. Maar ja, het zal een kleine kans zijn. Het zou wel een hele mooie ticket, zoals ze in Amerika zeggen, zijn. Hè, want een stuk gematigder, hoewel ze ook wel echt heel conservatief is, maar zeker op buitenlands politiek gebied, wil ze bijvoorbeeld Oekraïne ook steunen. Trump heeft daar echt wel zijn bezwaren tegen. Dus ja, dan bereik je wel een heel groot publiek. Hè. Maar ja, er zijn er nog meer, Frank. Tulsi Gabbard bijvoorbeeld, dat was een voormalige democrate, hè, die ik 4 jaar geleden even ontmoette in Iowa. Er waren er maar een man of 10 op haar toen nog presidentiële campagnebijeenkomst in zo'n heel klein koffieshopje ergens in Iowa. Die redden het daar niet, maar die veegde toen eigenlijk al de vloer aan met haar eigen democratische partij. Ze noemde Biden en Co. een stelletje oorlogshitsers, hè, als democraat. Nou, ze is uit de partij gestapt. En heeft nu gezegd dat ze al aan het onderhandelen is met het team van Trump om ja ook vicepresidentskandidaat te worden of daarvoor op te gaan, kun je beter zeggen. En ja, het is best wel een mooie mevrouw. Dat vindt Trump heel belangrijk dus ook. Dus ook aan het plaatje gaat hij dan toch denken. Dank voor je toelichting. We gaan het volgen wie het uiteindelijk gaat worden, die rechterhand van Donald Trump. Ja, Jan, is dit nog geloofwaardig? Iemand eerst een gehaktbal noemen en dan geschikt noemen als running mate? Ik denk dat in de wereld van Trump en in de Verenigde Staten zomaar heel geloofwaardig kan zijn. Ja, omdat het geheugen van kiezers is zo kort. En dan krijg je een nieuw filmpje, je krijgt nieuwe presentaties en dan gaan ze ervoor. En dan gaan voor het mooiste plaatje? Ja, goed, het gaat niet alleen om de inhoud, denk ik, in de VS en misschien ook in Nederland. Ook niet altijd, ja. Ja. Wie denk je dat het gaat worden? Wie maakt het meeste kans? Ja, vind ik lastig hoor. Ik denk dat Trump ook heel erg zal kijken wie potentiële gevaar voor hem is. Hij heeft natuurlijk die ervaringen met Pence, een vorige vicepresident, mm-hmm. die zich eigenlijk op het moment supreme, toen hij de uitslag aanvocht, van hem afkeerde. Dat zal hij niet nog een keer willen meemaken. Nee. Dus hij zal voor iemand gaan die volstrekt loyaal is, zoals Willem terecht zegt, zijn ring zal kussen. Ja. We gaan het zien. Frank, we zijn de hele